Ja, Sasse Dunkertis. Jullie hebben vast de promotiefilm al gezien die we gemaakt hebben voor Miranda. Maar nou komt ons net wat ter oren dat de deurzakkers ook nog wat speciaals gaan doen. Nou, wat gaan we doen? Wij hebben ons jaarlijkse kerstcarnavalsbingo natuurlijk op 10 december. Dus ik kan niet anders zeggen, dat komt allemaal. Het is altijd beren gezellig. En dat gebeuren doen wij altijd een goed doel. Dat wordt door onze hoogheid bepaald, samen met SVI en de activiteitencommissie. Nou, en dit doel wordt dit jaar ter ere van onze grote speaker die we elk jaar hadden, natuurlijk Hans Platje, het KWF-fonds. En daar gaan wij de opbrengst voor doen. Moet je niet vertellen waar het is? Oh ja, tuurlijk. Sorry. Wil je dan nog graag weten waar het is? Het is in de Kuiperij, de Voorstraat, op zondag 10 december. Het begint om 3 uur, gaan de deuren open en om 3:30 gaan we beginnen met onze mooie bingo. Oh, maar dat gaat er nog wel in mond geplakt. Dat komt helemaal goed, joh. Volgens mij wil Marinus ook nog wat zeggen. Is die met het drentelen? Nou ja, eigenlijk hoef ik er heel weinig meer aan toe te voegen, want Gerry heeft natuurlijk echt alles verteld. Maar het mooie is dat de vraag kwam, hè, van, dat was de eerste vraag, of dat wij als voorzitter van de Carnavalsvereniging Deurzakkers mee wilden doen aan dat goede doel wat Miranda dus eigenlijk ook wilde stellen. Om daar €111,11 aan te geven. Nou, heb ik gezegd, nou, die kerstcarnavalsbingo die levert eigenlijk heel wat meer op. Dus ik heb ook in de tussentijd gelijk geschakeld met de voorzitter van de activiteitencommissie. En dat betekent dat de volledige opbrengst van de kerstcarnavalsbingo naar dat goede doel gaat. Kijk. En dus niet alleen wat de opbrengst is van de kerstcarnavalsbingo, maar ook wat de opbrengst is van de activiteitencommissie van de SVI. Die dus altijd op Koningsdag dus hier een mooie loterij doen. En de laatste ronde van die loterij, ook die opbrengst, gaat naar hetzelfde goede doel. Dat bent nog eens berichten, hè? Dat bent nog eens berichten, hè? Dat zijn hele goede berichten. Dan kunnen we toch zien dat wij als Sasse Dunk samen sterk staan, hè? Dat bedoel ik. En samen staan wij voor een heel goed doel. En mede ook omdat Hans, zoals al gezegd werd, dat was een unieke presentator in het mooie Zwolle, die ook echt al die gekke mensen kende die op die mooie kerstcarnavalsbingo kwamen. Daarmee was het eigenlijk ook altijd zo'n mooie activiteit. En we hopen dat we diezelfde sfeer in de sfeer van Hans Platje door kunnen zetten. Dat gaat zeker lukken, want ik denk dat Hans wel een beetje zorgt dat de Belgisch mee kant op gaat, hoor. Ik hoop het voor je dat je ook met een prijsje naar huis toe gaat. Heb je ook eens een keer wat, hè? Ik heb nooit wat. Nee, nooit wat. Kom helemaal goed. Helemaal top. Helemaal super. Dank jullie wel. Geen dank. Zeker namens Miranda. Zie Miranda, het was geen duizend euro. Wie maakt er 1500 van? Ik denk dat het wel heel goed komt. We maken er samen weer een mooi bedrag van. Komt helemaal goed. Hartstikke mooi. Top.